videootje in het geel. Dus ik ga lopen, ik zit nu op 12 kilometer, gaat lekker. Maar trainen voor een half marathon, weer een nieuwe halve marathon. Terwijl het verkeer voorbij komt. Ik heb de vraag van Dennis over het trainen. Hoe begin je met een half marathon training vanuit de 5 kilometer? En in mijn ogen doe je daar langer over dan de meeste mensen denken. Dus het is niet een maand, maar het is langer dan een maand. Waar een goed trainingsschema? Natuurlijk bij ons. Op mysx.nl vind ik dat je goede trainingsschema's krijgt. Vooral luisteren naar je lichaam. Pijntjes niet negeren. Maar gewoon echt naar luisteren. Dat wil niet zeggen dat je gewoon standaard gaat stilzitten als je iets voelt. Maar ik vind als je het zeg maar een dag erna nog voelt, ook al is het maar een klein beetje, dan is er iets mis. Moet je naar een arts, een fysio of een andere medisch persoon. Wil je trainingsschema niet versterken, zeg maar over je trainingsschema heen gaan, dat is heel verleidelijk. Dat doet bijna iedereen. Want ik had het ook van, hey, dit trainingsschema is echt veel te makkelijk voor mij. Ik kan het zo makkelijk aan. Ik doe wel een kilometer erbij, 5 minuten erbij. Maar dat is echt wat ik heel veel tegenkom als meest gemaakte fout en kans voor blessures. En als je gewoon een normaal schema hebt, dan kun je eigenlijk gewoon een half marathon relatief wel snel lopen. Maar niet binnen een week of een maand als je nu 5 kilometer loopt. Dus mijn ervaring, hopelijk heb je iets aan. Voor je beeld, ik heb denk ik 50 half marathons gelopen, aantal marathons. En nog nooit heb ik stil moeten zitten voor een start, zeg maar. Ik heb altijd gestart. Goede tijden gelopen, geen toptijden, geen wereldtoptijden, maar gewoon goede tijden. Ik ben er zeer blij mee, vooral dat ik nu al meer dan, 15 jaar aan het hardlopen ben. En dat vind ik het allermooiste aan hardlopen. Ik denk dat dat het belangrijk is om te beseffen. Belangrijker dan de ene café deal van ik doe die half marathon even en dan stil komen zitten met een blessure. Zodat je zeg maar helemaal niks meer kunt. En misschien zelfs moet stoppen met hardlopen en alleen maar kunt gaan fietsen of nog niet eens. Dat je alleen maar stil kunt zitten omdat je gewoon echt iets stuk maakt. En dat is gewoon zonde. Nou, het geel komt daar vandaan. Ik denk dat je het wel herkent. Is de A2. Als je rijdt zeg maar, van Eindhoven naar Utrecht, de hoogte van een bos, daar zie je dit geel. Denk eraan als je daar rijdt. Daar is deze video gemaakt. Hoi! En ik ga weer.